Hey jongens, we zijn de shirts aangekomen bij Hoagies & Wings, de famous California Hoagies & Hot Wings. Het schijnt dus te zijn dat ze hier de heetste hot wings hebben van de hele stad. En ik ben benieuwd hoe heet het is. En het schijnt zo te zijn dat je voor die hot wings moet gaan tekenen. En ze even moet tekenen als je gewond raakt of dat je eraan eventueel kan gaan overlijden. Dat je dan er niet aan sprake kan stellen dat jij jezelf verwond hebt of dood bent. Maar we gaan het proberen. Let's go! Nou, dit is dus het levende bewijs dat ze hier al de Milk, Heart and Suicide hebben, deze. En deze gaan we nemen, dat is de heetste saus van Hoagies & Wings. Jing Po, volgens hem kan hij tegen heel heet eten. Ik ben benieuwd of hij hier ook tegen kan. Dit is een knoflook saus, toch? Ja. Niet afwassen, gewoon zo eten. Wow. Dat doet wel oké. Okay. Het is veilig eigenlijk zo. Ik vind wel een beetje van mij. Sommige mensen hebben zijn tong zo gevoelig, maar die van mij die is gewoon dood. Het is niet dat ik dood ga van de pijn. De heet van de tien. I'm gonna try something really spicy, try that. This one? That's gonna kill. Fine. We hebben dus net eentje gekregen. Dit is echt super heet, volgt iemand. Oh god, te veel. Oeh, nu probeer ik die kill. Ik had net een dubbele voor jou, hè. Cola was er niet beter op. Oeh. Oh my gosh. Ah. Irriterend. Ja. Het is nu enkel nog 5 minuten. Ja. Nu beginnen het echt te prikkelen. Maar een leeg. Dat is crazy, man. En dan heb ik er nog alleen maar 1,5 stukje op. Heb je al nog steeds de ballen. Oh my gosh. We zijn een kwartier verder. En mijn buik doet weet nog pijn, joh. Jezus. You're going to shit breaks. Dat was dus de challenge voor vandaag. Ik edit de vlog ook nog eens erbij, dus ik zie jullie sowieso in de vlog. Geef dit filmpje in ieder geval een duimpje omhoog. Als jullie het leuk vinden, kunnen jullie altijd abonneren. Ik kan niet praten, man. Kunnen jullie altijd abonneren voor meer challenges. En laat me weten in de comments wat de volgende challenge zou moeten zijn. En ik heb nog een challenge wat ik nog zou willen doen met mijn vriendin. Maar dat komt in de toekomst wel. Maar in ieder geval genoeg challenges voor vandaag. Dus ik zie jullie in de vlog. Tjallas. Zeker meer dan een uur lang. Maar ik heb nog steeds problemen met mijn buik. Wij zitten nu in Chinatown, hè? Ongelooflijk. Dit. Oh man.